Oh, sorry. Hoi, ik ben Monica. En ik ben Kai. En dit is de Good Weird Wednesday van Concentrate. Dit hierachter is een Good Weird rad. En Good Weird staat voor dingen die raar zijn, maar op een goede en betere manier. Yes, op het Good rad staan woorden zoals voetbal en favoriete tv-show. En op het Weird rad staan dingen zoals ballenknijper en auditie. Yes, we gaan draaien aan het rad. En de woorden waar het rad op terecht komt, daar maken we een Good Weird idee van. Uitvinden en uit je comfortzone. Ik heb al wat met mijn comfortzone. Ja, dat vind ik best wel een dingetje bij mij. Ik vind het wel super irritant als ik in een drukke straat als deze loop. Dat al die mensen heel de tijd tegen me aanlopen. Overal om me heen zijn mensen. Ga weg. Paniekerig. Nee, even weg mevrouw. We houden er gewoon niet van als mensen in onze aura zitten. Ik word er nu al helemaal ziek van. Ik ook. Nee, mijn comfortzone is ook onwijs groot. Ze irriteer me al heel snel. Ja, dat weet ik. Zo'n vent die dan naast je gaat zitten. Ja, dit bedoel ik. Rot gewoon op. Dit is zo irritant. Ja, we hebben dus woorden uit je comfortzone en iets uitvinden. Ja. En nu hebben we iets heel leuks gedacht, namelijk de hoepel op. En dat is een hoepel waarbij mensen uit je comfortzone blijven. Inderdaad. Precies wat we nodig hadden. Ik dacht dus eigenlijk dat we gewoon eens, zeg maar, hier zo'n hoepel eromheen en die is dan vast met een soort koord. Kan je hoelopen? Ja, kan jij dat? Nee. Ik heb het jij echt heel warm. Ja, ik moet hier. Kijk hoe ik hierbij sta. Dikke lul. 3 minuten. Oké, dus dit moet een worden ongeveer. Ja. Top, ik denk dat het wel gaat werken. Ik denk dat mensen echt wel een beetje uit je buurt gaan blijven. Ik denk dat ze moeten wel. Ze komen er niet in. Als ik krijg geen hot. Hello, Billy Mays here with another fantastic product. Dit zijn ze geworden, de hoepelop. Inderdaad. De groene is voor als je redelijk goed gehumeurd bent. Oranje? Die is voor als je al iets meer angry wordt en een beetje chagrijnig bent. Dat je denkt van, goh, niet in mijn buurt. Ik vraag wel even de weg aan iemand of wat dan ook, maar niet te dichtbij. En de rode is op rotten. Ik ben vandaag best goed gehumeurd. Ik denk dat ik voor groen ga. Ja, bij mij zit het een beetje on the edge, dus ik ga voor de oranje. On the edge, oké. Misschien dat we later deze dag nog geïrriteerder raken en denken we gaan de rode aan doen. Maar vast wel. Voor nu is de groene denk ik goed. Nou, ik ben benieuwd of ze een beetje aan mijn buurt blijven. Wat is dit? Dat is de hoepel. Dat is de hoepel. Bitch. Kut. Mensen gaan echt opzij. Werkt wel, hè? Auw. Sorry, mevrouw. Oh. Sorry, mevrouw. Oh, de kinderen. Kai, hoepel op. Hey, ik wil even bij je staan, man. Nee, hoepel op. Hoezo? Ga weg. Ja, vindt u mooi? Ja, ik vind het prachtig. Ja? Uitbussen of? Nee, het is om mensen uit mijn comfortzone te halen. Oh, wat fijn. Handig, toch? Ja, echt. Het is mijn comfortzone. Ja. Oh, sorry. Sorry. Oh, dit vind ik echt erg. Oh mijn god, wat gebeurde er? Zeg even sorry. Ja, sorry. Are you okay? Yes. Sorry. It's my comfort zone. Oh, really? Yeah. It's comfortable? It's very comfortable. Wat ik misschien wel nog een toevoeging vind, is misschien zo'n glazen kap eroverheen. Want dat je andere mensen ook niet te ruiken. Voor jou altijd dat iedereen zo van stinken, dus... Ik vind dat jullie echt een goede initiatief tonen, want... Jij zegt dat dit op de markt moet komen. Iets kleiner. Nu kunnen mensen wel heel dichtbij komen nog, hoor. Ja, maar het gaat er ook vooral om dat zeg maar niet iedereen... Ja, dat is ook zo. Ja, ik zou naar je moeten komen eigenlijk. We zitten nu in de tram met de hoepel op. Oh, shit. Ik kom dus niet bang. Zit je vast of niet? Ja. Ik zit... Kijk dan. Oh, ik kwam net te spalen van het ding. En nu is mijn hoepel op kapot. Ik molesteer alles vandaag. Ik heb een kind van de fiets laten vallen. Ik zit nu tussen de tram. Oh mijn god, ik zit zo op mijn dood. Terecht ben ik geplet weer. Hoe vind je het gaan, Kai? Ja, ik vind het wel chill. Alleen ik vind wel echt... De rode en oranje hebben veel impact. Maar deze is wel echt, die doet zijn werk goed. Het werkt wel. Het werkt wel. Echt iedereen gaat aan de kant. Ja. Ruimte? Ja, zeker. De mensen komen er dichtbij? Ja. Nou, dus dat spijker op zijn kop. Dat is mijn comfortzone.
Wat? Mijn comfortzone, zie je? Onmogelijk. Loop even rond en zie hoe iedereen aan de kant gaat. Je bent net Mozes, weet je. Gaan ze aan de kant, denk je? Nou, ik ben het wel hoor. Dat is goed toch? Kijk, ik heb gewoon alle ruimte hier. Mag ik ook zelf zijn? Je gaat hem inderdaad, je kan hem pimpen en zo. Oh, je kan hem pimpen. Serieus? Ja man, je kan er toch niet bij. Thanks ouwe. Ja, als je zo'n hoepel hebt, word je feest ook gewoon gestrikt op straat. Hoe chill is dit? Er zit vijf op. Vind jij het ook irritant als mensen dichtbij je komen? Yeah. Trek hem aan, kom. Je moet zo'n ding hebben. Dankjewel. Mevrouw, kijk uit. God, de tering. Het gaat nog. Wat vindt u van mijn hoepel op? Germany. Dat is een braadworst, big braadworst. Dat is die braadworst. Ja. Nou, Kai, wat vind jij ervan? Ik vind het een super tof product. Hij is wel een beetje raar, maar het werkt. En iedereen vond het leuk. Iedereen die hem getest heeft, vond het leuk. Maar het is een prototype. En voor een prototype heeft hij het perfect gedaan. Ja, vind ik ook. De hoepel op was een succes. Wellicht lichte materiaal, maar voor de rest prima. Ja. Oh. De hoepel op, man. Is de hoepel op ook voor jou de uitvinding van de eeuw? Laat het dan hieronder even weten. En laat ook meteen eventjes weten wat voor kleur die zou moeten hebben. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En ook kun je Concentrate op social media volgen onder ConcentrateNL. Vergeet even niet te abonneren. Kan ook hier ergens in het scherm of gewoon heel simpel beneden. Check jullie gewoon de volgende keer. Peace! Doei!